Hey, Karsik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van de Minecraft Let's Build. En ja, vandaag zien jullie dat ik een nieuwe wereld aan het maken ben. En dit is gewoon om even wat terrein uit te halen voor de Four Seasons map. Want ik wil beginnen met wat terreindingetjes, wat kleine dingetjes in ieder geval. Kijken we later wel hoeveel we daarmee verder gaan. Want het is natuurlijk niet alleen chunks kopiëren uit een andere wereld. We gaan ook villages maken, misschien custom dungeons. Ja, verzin het maar en kunnen het proberen. Maar als basis hebben we wel gewoon een paar chunks nodig. Dus ik ga een custom wereld maken met best wel wat settings. Ik wil geen Stormwolds, Mineshafts, villages, dat soort dingen. Wil ik allemaal niet. Want als ik ergens een speciale structure wil, ga ik die zelf bouwen. Want het is natuurlijk mijn map. Dan zou het flauw zijn, vind ik, om de standaard structures te gaan gebruiken. Dus dat staat allemaal op nee. Biome size 1, dat lijkt me best wel interessant. Kijk hoe dat eruit ziet. Misschien is het een beetje te klein. Dat kan. Anders proberen we even 2. Dan zitten we net even wat meer in het midden. Dungeons. We hebben het al op 9 gezet. Dus ik zet het ook nog wel even op 1. Maakt waarschijnlijk niks uit. Alle biomes. River size is hetzelfde. Wat er misschien raar uit gaat zien met de kleine biomes. Maar we zullen zien. Dungeons staan dus uit. Oké, volgende pagina. Ik heb nog niet alles ingesteld. Maar hier ook bijvoorbeeld granite. Granite, diorite en andesite staan allemaal uit. Want je hebt er niks aan in deze map. Het is geen bouwmap, dus ja, het enige waar die dingen nuttig voor zijn is om te bouwen. Toch? Ja, in ieder geval voor zover ik weet wel. Dus granite, diorite en andesite vullen alleen maar je inventory op in zo'n map als dit. Want er komen vast wel wat cave elementjes dat je caves gaat exploren. En dan is het vervelend als je aan het graven bent en dat je dan al die andesite en diorite in je inventory krijgt terwijl je het niet nodig hebt. Dus dat gaan we uitzetten. Spawn size kan niet lager dan 1. Maar dat maakt niet uit, want spawn tries, hoe vaak ze het proberen te spawnen, staat al op 0. Dus als het goed is, is het echt onmogelijk iets te spawnen. Een minimale hoogte 0, maximale hoogte 0, is dus allemaal niet mogelijk. Coal, iron, gold, redstone, diamond gaan we wel gebruiken in de map. Maar moet ik nog even naar kijken, want misschien spawn ik die blokjes er ook nog wel op een andere manier in. Maar dat laat ik voor nu even zo. En hier krijgen we de settings waar ik niks van weet, dus daar ga ik ook niks mee doen. Expert users only. Nou, op dit gebied ben ik in ieder geval geen expert. Dus we drukken op done en dan, ja, geen site. Ja, we kijken gewoon wat we vinden. En dan druk ik op create new world. Nou, ik laat hem even laden, even zijn ding laten doen en dan ben ik zo terug. Oké, daar is dus de wereld en ik ben daar ergens gespawnd. En ik ben een beetje deze kant op gevlogen. Ik heb nog niet al te veel interessante dingen gezien. En we moeten wel ergens op letten. Als we een sneeuwbiome gaan kopiëren, dan moet de sneeuw wel eigenlijk weg. Oh, ik zie een zwevend eiland. Dat is heel erg cool. Dan moet de sneeuw wel eigenlijk weg. Want de sneeuw moet in onze Four Seasons map natuurlijk eigenlijk alleen in de winter zijn. Dus dan kunnen we de sneeuw wel weghalen. En dan veranderen we het naar een snow tiger biome. En dan kan het daar dus sneeuwen. Maar wauw, dit is heel cool en heel erg raar. Het zweeft wel gewoon. Het raakt bijna de grond. Nou, dit is wel iets wat we zouden kunnen kopiëren. Het is natuurlijk ook iets wat we zelf zouden kunnen maken. Dus ik denk dat ik gewoon... ik plaats er even een beacon. Dan is het voor mij duidelijk wat ik nog allemaal heb geselecteerd. En dan... ik moet ook nog even de coördinaten dan opschrijven. En dan kunnen we het in via MC Edit kopiëren. Als het goed is kunnen we hier dan gewoon... Ah, kijk. We hoeven niet eens het effect in te stellen met Iron. Gaat vanzelf. Dus dan weet ik in ieder geval waar het is. En dan kan ik straks de coördinaten... opschrijven. Of ik doe wel gewoon even dit voor nu. Dus dat kunnen we kopiëren. Maar voor de rest is er niet al te veel interessants omheen. Dus dan doe ik waarschijnlijk alleen dat. En dan kan ik dat bijvoorbeeld nog boven iets anders hangen. Boven een swamp biome. Hoeft niet per se een taiga te zijn. Ja, ik zeg nu swamp biome. Maar wij moeten er dus een soort van swamp biome van maken. Want de graskleur en de leafkleur blijft wel gewoon van de sneeuw biome. Omdat het natuurlijk moet kunnen sneeuwen. Nou, dit eiland wil ik eigenlijk ook helemaal... kopiëren. Kijk, dit kan een prima begin-eiland zijn. Weet je, niet al te veel spannend. Gewoon een standaard eilandje. Nou ja, zoals jullie zien, geen granite, geen andesite, geen diorite. Ook is het natuurlijk een klein gebied, maar als je verder rondkijkt, zul je zien dat er meer plekken niks is. Kijk, ja, dit kan prima een begin-eiland zijn. En dat wordt het dan waarschijnlijk ook wel gewoon. En we kunnen er ook nog wat afhakken natuurlijk, want het is misschien te veel van hetzelfde. Maar ja, gewoon standaard forest biome. Echt een plek om te beginnen. Dus daar zet ik ook nog even een beacon. Dan wordt het misschien nog wel lastig om sommige dingen te verbinden. Want soms is er natuurlijk geen goede overloop tussen de biomes. Maar we zullen in ieder geval geen last hebben van dat de
graskleuren verschillen, want die zijn in ieder geval allemaal die van het snow biome. Nou, daar kan ook nog wel verschil in zijn, want je hebt natuurlijk ice plains en je hebt snow taiga, dus kan nog verschil in zijn. En dan, oh, ik zie nog een zwevend eiland, kan nog verschil in zitten en dan kan het wel misschien iets interessanter zijn. Ik weet niet hoe groot dat verschil is. Ja, dit zwevend eiland, weet je, kijk, oh, nog meer zwevende eilanden, dat heb je echt vaak met die kleine biomes, lijkt het wel. Ja, die zwevende eilanden kunnen we ook makkelijk zelf maken eigenlijk. Want dat is natuurlijk creative mode. We hebben ook hulpmiddelen zoals World Edit. Dus dat moet gewoon lukken. Dit vind ik ook wel een mooi stuk. Dit ga ik, dit ga ik ook kopiëren. En zo komt een stukje een beetje wat bij de map bij. Dus we hebben nu een forest biome en een tiger biome. Maar weet je, er stond maar één boom op, die kunnen we weghalen. En dan kan het eigenlijk van alles zijn. Dus dat zwevende eiland kan misschien wel boven het spawn eiland. En dan is dat nog iets waar je misschien heen kan of zo. En dit is alweer iets heel anders. Dit is een savanne biome. Ik denk dat ik ook nog een beetje swamp meeneem. En dan kijken we wel wat we ermee doen. Het kan zijn dat ik er uiteindelijk echt niks mee doe. En dat het uiteindelijk heel anders wordt, de map. Maar dan hebben we in ieder geval iets waar ik mee kan beginnen. Willen we een swamp biome? Ja, misschien wel. Is ook een beetje een plat biome. Is ook een beetje een beginners biome. En je ziet hier dat we twee verschillende swampkleuren hebben. Dat is me nooit opgevallen. Nou, hier kopieer ik dan ook een deel van. Waarschijnlijk hier het deel met het leuke plasje. En doen we hier nog even beacon. Zo. En dat zijn even de paar dingen die ik voor nu ga kopiëren. Ik ga wel even. Ik neem jullie wel even mee in MC Edit. Dan kan ik het even laten zien. Het is natuurlijk niet vreselijk interessant, maar dan kan ik wel laten zien hoe groot ik de gebieden maak en wat dan ook. En in MC Edit heb je ook een chunk selection. Dus dan kan je in één keer een hele chunk selecteren. Dus in plaats van blokje voor blokje doe je chunk voor chunk. Dat kunnen we ook gebruiken, maar het kan soms niet meewerken. Kijk, als de chunk border hier zit, dan heb je of dat halve meertje of echt een heel groot gebied. Maar het kan natuurlijk ook best wel groot zijn. Ik wil wel dat je echt een beetje kan exploren en niet dat het echt een rechte lijn is. Dat het een soort van tunnel is van bomen waar je doorheen loopt. Je moet wel een beetje wat avontuurlijks kunnen doen. Dus het mag best wat groter zijn. Nou, ik denk dat we hier in ieder geval aardig wat mee kunnen. Dan ga ik die kopiëren en plaats ik die in MC Edit naast elkaar. En dan moeten we dat goed laten overlopen. En dan is het nog belangrijk natuurlijk dat we het biome aanpassen. En als we dat allemaal hebben gedaan, als we een stukje terrein hebben, dan kan ik wat cools gaan doen met commando's. Waarmee we meteen iets cools toevoegen aan het terrein. Dit is natuurlijk weer een episode die misschien wat leuker is voor de mensen die van bouwen houden. Ook al weet ik niet hoeveel ik. Ja, misschien kan ik wel een spawnhuisje bouwen deze episode. Ik ga in ieder geval, dat weet ik wel, ik ga in ieder geval een brug bouwen deze episode. Ik weet niet of het echt een hele speciale brug gaat zijn, maar dat gaan we zien. Dus ik ga weer naar MC Edit. Ik laat het aan jullie zien. En zie ik jullie in MC Edit. Oké, daar ben ik dan in MC Edit. En ik heb nu een gebiedje van 2x2 chunks om deze beacon geselecteerd. En ik ben wel voor de chunk selectie gegaan. Dat leek me eigenlijk wel prima. Lijkt me goed te gaan. Ik neem nog even dit stukje mee. Dat hebben we nu goed. Even kijken. Het werkt het beste als je er gewoon even ingaat. Ja, we hebben hier twee blokjes niet, maar daar maak ik me niet zo druk om. Oké, het is een beetje een aparte vorm. Ik denk dat ik deze dan ook gewoon meeneem. Dan hebben we gewoon gebied van 2x... Nee. Dat is ook een aparte vorm. Dat kunnen we eigenlijk niet hebben. Het is het... Oh. Ik ben allemaal dingen bijna aan het selecteren. Het is natuurlijk makkelijker om gewoon met een... Ja, met een rechthoek of een vierkant te werken dan zo'n vorm als dit. Oké, ik heb nu dus weer een goede selectie. En dan kunnen we het, als het goed is, even kijken. We kunnen er van alles mee. Ik kan het, waarschijnlijk zit het beste. Extract these files into individual chunk files. Ik hoop dan niet dat die 6 bestandjes maakt. Dat is wel waar het nu op lijkt. En als het niet werkt, dan kan ik natuurlijk altijd nog dat gebruiken. En waarom... Oké, dat zag er heel raar uit met die verlichting. Dus ja, ik ga deze even doen. Even kijken of dat zo werkt. Ik hoop het wel. Anders moet ik het met een normale selection tool doen. Oké, als ik dus via de chunk view chunk control, als ik ze via daar opsla als een bestand, dan wordt het geen schematic en dan kan hij het niet lezen. Tenminste niet op de manier waarop ik het doe. Dus ik, ik ga nu gewoon maar met de normale selectie ding. Dan krijg ik gewoon een schematic en dat kan ik natuurlijk gewoon importeren naar een andere wereld. En dat lijkt me een stuk makkelijker dan wat ik net deed. Alleen selecteren is een beetje gedoe. Kijk, je moet een beetje naar boven.
En ja, we nemen af en toe een halve boom mee, maar dat kunnen we natuurlijk altijd fixen als we het eenmaal geïmporteerd hebben. Het voordeel van dit is natuurlijk wel dat we echt precies kunnen aangeven wat we willen. En we zitten niet vast aan een gebied van 16 bij 16 blokjes wat je erbij of af kan halen. Dus dit is wel een stuk preciezer. Oké, dit is blijkbaar hoe ver we kunnen. Ja, oké, het gaat tot de bedrock. Oké, ik heb nu dus al die chunks geëxporteerd. En dan kunnen we ze hier in een andere wereld importeren. Dus laten we even beginnen met het eiland dat waarschijnlijk het spawn-eiland gaat worden. Oh, daar is iets vreselijk misgegaan. Ik heb niet de bovenkant gekopieerd. Oh, wat stom. Oh nee, ik heb wel de hele onderkant, maar daar heb je niet zoveel aan. Dus dat moet nog, die moeten we nog even, daar moeten we nog even op wachten. Moet ik die straks even opnieuw doen? Ja, dat is niet goed. Nou, dan doen we even de volgende. Bijvoorbeeld savanne. En ja, dat is een stukje kleiner ook. Het lijkt me misschien handig om één grote oceaan te maken en dan maken we een eiland erop. Dat lijkt me wel handig, want je kan natuurlijk niet... kijk, je moet wel een beetje kunnen rondlopen, maar je moet niet te veel van het pad afwijken. Dus dan kan je gewoon een grote oceaan hebben. Ik weet nog niet waar de redstone gaat komen. Die staat voor nu gewoon naast het terrein. Dus dit is wat we tot nu toe hebben. En misschien moeten we dus uiteindelijk nog een soort van oceaan eromheen maken. We moeten dit allemaal een beetje natuurlijker maken. Dus dat is één ding. Ja, we hebben hier nog een vliegtuig-eiland. Is er iets wat we nu ook al meteen handig kunnen doen? Ja, het zou handig zijn om gewoon met dat eiland te kunnen beginnen. Misschien kan een swamp er wel naast. En weet je, misschien doe ik er dan... Nou, ik zet het er gewoon naast. En dan zien we wel hoe we het aan elkaar gaan verbinden uiteindelijk. Oh ja, ik kan natuurlijk gewoon dit doen. En dan kan ik ze ook nog nudgen als het nodig is. Nudge en dan... naar rechts. Zo. Ja, ik had er ook wel ruimte tussen laten, maar dat kan vervelend zijn, omdat we dan... dan moeten we weer een heleboel gaan bouwen en dan... weet je, dan heb je al die steenlagen en bedrock. En dat is nu juist zo. Netjes. Oké, naar beneden, Nartje. Even kijken, we kunnen dat ook doen met Z. Ja, zo. Dus dat lijkt me prima. En je ziet het inderdaad nergens granite, nergens andesite zo. En kijk, ze passen eigenlijk nog best wel prima op elkaar. Dat is nog wel handig. Dus dit kunnen we in elkaar over laten lopen. Ik druk nu op import. En dat vliegende eiland komt later wel. Want het is ook leuk dat als we water hebben. Kijk, ik had het net al over een brug. En ik denk misschien een brug, dat is helemaal niet zo interessant. Maar ik heb er een leuk idee voor. Dus als we dit op het water laten afspelen, dan is het veel makkelijker om een brug te maken. En ik kan bijvoorbeeld ook gewoon... even kijken. Ja... ik zou hier een meer tussen kunnen maken, maar dan verspil ik een beetje al dat terrein, heb ik het gevoel. Dus ik denk dat ik druk nu even op deselect, want ik heb hem al geïmporteerd. Kijk, dit is het zeeniveau. Dat is handig, want dan hebben we in ieder geval een referentiepunt. Dan weet ik waar en dan weet ik tenminste hoe hoog het water moet komen. En ik kan hier natuurlijk gewoon alvast wat water omheen doen. Dan moet ik waarschijnlijk in stapjes doen. Tenzij ik met het fill-command ervoor kan zorgen dat ik niet... Kijk, ik kan dit wel gaan selecteren hieromheen. Maar dan moet ik natuurlijk ook de binnenkant selecteren. En dat is niet de bedoeling. Als ik ervoor kan zorgen dat het stone niet wordt gevuld met water dan... Als ik daarvoor kan zorgen met dit ding. Met fill-replace. Als ik daarvoor kan zorgen is het natuurlijk prima. En anders moet ik het in stukjes doen. Alleen zit het niet onder zeeniveau. Ja, bijna. Bijna. Maar dit hoort natuurlijk. Dat is ook water. Dat zit ook gewoon op het zeeniveau. Dat is natuurlijk prima. Oké, ik ga even kijken of ik hier alvast water kan doen. Want dan hebben we wel een beter idee. Dan kan ik ook alvast de zijkanten misschien afwerken. Maar dat is waarschijnlijk iets wat later komt. Maar als hier dus water is, kunnen we alvast die brug maken. En dan gaan we daar echt wat leuks mee doen. Oké, wat we dus kunnen doen, is dat we in plaats van fill, doen we gewoon even replace. En we kijken dus naar air. En dus alleen de lucht wordt vervangen met water. Dus dat zou goed moeten komen. Dan vervangen we tenminste niet al dat steen. Dus ja, laten we even kijken. Replace. Dat duurt misschien even. Ah, dat valt wel mee. Oké, Ctrl S. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Ja, dit duurt dan wel weer even. Want het zijn heel veel chunks die we hebben aangepast. Ja, in MC Edit dan zie je nog weinig van hoe het er echt uit gaat zien. Maar ik ga nu weer gewoon in Minecraft en dan... dan zien we het. Oké, dit ziet er dit ziet er heel interessant uit. Ik denk dat het water langzamerhand aan het updaten is. En dan krijg je zo'n random patroon.
En het is ook nog eens aan het regenen en aan het laggen. Ja, waarschijnlijk al dat stromende water, dat moet even updaten. En dan is het hopelijk voorbij. Ik kan in ieder geval mijn render distance wat lager weer zetten. Ja, we hebben hier dus nog steeds die beacons, die gaan uiteindelijk wel weg. Kijk, de overgang is hier eigenlijk gewoon prima. Je merkt hier eigenlijk niet dat ik twee biomes tegen elkaar heb gepropt in dit gebied. Dus dat is eigenlijk veel beter gegaan dan gedacht. Ja, hier alleen een paar dingetjes, maar merk je weinig van. En ja, hier moet nog wel het nodig aan gebeuren. Dit moet allemaal naar beneden. Maar voor de rest, als de graskleur en de boomkleur gewoon hetzelfde is, ziet het er best wel redelijk uit. Alsof het prima in elkaar kan overlopen. Wel moeten we nog even gaan kijken naar die graskleur. Even kijken of weatherclear. Nee, wacht, ik ga geen weatherclear doen. Want ik wil graag weten. Kijk, hier heb ik allerlei verschillende biomes neergezet. En ik vroeg me af of ze misschien verschillende kleuren hadden. En het lijkt er niet op. Nou, nee, ik geloof het niet. Het is moeilijk te zien, maar ik geloof dat ze allemaal dezelfde kleur hebben. Dus dit zijn alle verschillende snow-achtige biomes. We hebben bijvoorbeeld, geloof ik, ice plains. We hebben ice mountains. Tenminste, alles wat er in MC Edit stond. Hier hebben we Taiga Hills. Ik dacht dat het daar misschien zou sneeuwen, maar blijkbaar niet. Misschien als het boven een bepaalde eiwaarde komt. Nee, daar zit wel boven. Dus Taiga Hills is het in ieder geval niet hier. Hier hebben we dus Taiga Hills, ice mountains, ice plains, Frozen River, Frozen Ocean. Dus dat zijn even de vier biomes die ik in ieder geval in MC Edit had. We hadden geen Snow Tiger, wat best wel opviel. Maar als ik het zo zie, is de graskleur in al die biomes hetzelfde. En dat is een beetje een grauwe kleur. Dat is wel erg jammer. Dus ik heb dit eerst even gedaan voordat ik hier het biome heb aangepast in dit stuk terrein. Omdat ik natuurlijk eerst graag wil weten welk biome de mooiste kleur gras hebben. Maar het lijkt erop dat ze allemaal die grauwe kleur hebben, wat natuurlijk best wel jammer is. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Als het er echt vreselijk uitziet, dan weet ik niet of we ermee door kunnen gaan. Maar ja, het is natuurlijk, je moet er wat voor over hebben om het makkelijk te kunnen laten sneeuwen. Nou ja, ik verander dit nu gewoon naar, ik zeg maar wat, Frozen Ocean. Maakt dus helemaal niks uit. En dan kijken we hoe dat eruit ziet. Oh, oké, het biome is nu aangepast. Even kijken, wat heb ik ook alweer gedaan? Oh ja, Ice Plains. Maakt dus helemaal niks uit wat ik zou doen. En het heeft er dus ook een paar seconden gesneeuwd. Sneeuw stond nog aan. En ik bedenk me nu dat dit iets lastiger gaat worden dan ik dacht. Want omdat het een sneeuwbiome is, gaat ook al het water bevriezen naar ijs. En dat is natuurlijk niet zo fijn. Dat moeten we niet hebben. Ja, dat gaat hier ook gebeuren uiteindelijk. Het is al een beetje begonnen aan de randjes. Oh, dat is stom. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dus we kunnen eigenlijk geen normaal water hebben. Ja. Ah, dat is echt niet goed. Ja, ik ga een klein dingetje proberen. Ik ga met MC Edit een ander soort water plaatsen. Want je hebt bij MC Edit heb je stromend water en normaal water of zo. Iets in die richting. En dan het spreekt eigenlijk voor zich. Ik geloof dat we normaal gesproken het stromende water hebben. Het water dat kan stromen, maar misschien kunnen we een ander type water gebruiken. En als dat niet werkt, gaan we gewoon terug naar de andere biomes. Want dan is dat veel te veel gedoe. En dat is dan heel jammer, maar dan kan het helaas niet sneeuwen 's winters. Dat is heel jammer. Misschien kunnen we nog wel een alternatief verzinnen. We kunnen gewoon af en toe sneeuwballen spannen. Dat lijkt er dan nog een beetje op, maar weet je, die sneeuw zou toch al te veel problemen veroorzaken. Ik zat net ook al na te denken over hoe we die sneeuw weer weg kunnen halen als het lente is. Ja, daar ben ik nog niet echt uit. Ik zit langs alle commands te kijken of er misschien een replace block command was. Want dan kon ik gewoon replace block, dan dit gebied, dan snow layer en dan air. Maar dat is meer iets voor MC Edit, lijkt me. Dat hebben we geloof ik niet in een command. Maar de sneeuw veroorzaakt veel te veel problemen. Of gaat in de toekomst veel te veel problemen veroorzaken. Dus nee, ik ga het helaas weer terugzetten naar de oude biomes. En dan ja, is dat even jammer. Maar dan hebben we dus helaas geen sneeuw. We kunnen wel wat bergen maken waar dan misschien sneeuw is. Want we kunnen natuurlijk een mountain biome maken. Dan heb je ook nog een beetje die vervelende kleur. Ja, dat is dan wel jammer. Maar we kunnen in ieder geval delen een mountain biome maken. En dan, als het zo hoog is, als het boven de ei 100 of 99 zit, dan gaat het daar ook gewoon sneeuw en vriezen. En dan hebben we daar toch een soort van winter sensatie. dus ik ga dit weer terugzetten. Dit naar een swamp biome en dit naar een savanne biome. En dan dan hebben we wel echt zo'n grens weer in het midden. Maar daar moet ik dan later even naar gaan kijken. Kijk, het selectiegebied in MC Edit is natuurlijk altijd een rechthoek of een vierkant. Dus dan heb je een hele rechte
line, hele rechte grens tussen de biomes. Dus dat is niet zo mooi, maar dat kunnen we later fixen. Ik wil nu graag beginnen aan die brug. Dus ik ga even ga het biome weer even terugzetten. En ook hier omheen, want we willen hier geen ijs natuurlijk. Ik ga het biome weer terugzetten en ja, dan kunnen we gaan bouwen. Oké, alles is nu gefixt. Ik heb dus nog wel wat geprobeerd met, met dat andere water, dat inactieve water. Maar het leek niet echt effect te hebben, dus ja, het ijs bleef gewoon verspreiden. Ik heb zelfs nog geprobeerd een game rule aan te passen. Want je hebt een game rule, do fire tick. En ik heb altijd een beetje het idee gehad dat dat niet alleen de fire tick bevatte. Want de fire tick, dat geeft eigenlijk aan, ja, als die fire tick aanstaat, dan kan vuur zich verspreiden door random updates of random tick updates of wat dan ook. Ik weet het niet precies. Maar ik dacht al dat andere processen er ook door werden beïnvloed. Bijvoorbeeld wheat dat groeit. En omdat het dan die tick updates niet meer krijgt, dat het dan niet meer kan groeien. Dat dacht ik, maar dat is blijkbaar niet zo. Ik dacht misschien is dat ook wel zo met dat ijs, maar is niet het geval. Het bleef gewoon spawnen. Maakt niet uit wat ik deed. Dus dit is weer swamp. Dit is nu plains, want ik heb in MC Edit, in MC Edit kon ik geen savanne selecteren. Dus ja, is nu plains. Maar dat is eigenlijk beter, want dat ziet er net even wat vrolijker uit dan dat grauwe wat je normaal bij savanne. Dus dat is nu weer prima. Wel jammer dat het sneeuwidee dus iets minder gaat werken waarschijnlijk, tenzij ik nog iets heel erg bijzonders vind. Maar voordat we gaan bouwen aan die brug, wil ik nog één klein dingetje testen. We hebben hier een ladder cap met 5% extra health en hier ook nog een ladder cap. En ja, jullie hebben dat in de vorige episode gezien, zijn de attribute modifiers. En ik kreeg een reactie van Fils en die zei, wat gebeurt er nou als je die helmet op hebt en als je hem in je hand hebt? Want als je hem in je hand hebt, dan krijg je de boost. En als je hem op hebt, krijg je ook een boost. Maar wat nou als je beide tegelijk doet? Ik weet het niet. We gaan nu zien. Ik ga nu naar game mode 0. Als ik die vasthoud, nee, helaas geen boost. Dus dat is jammer. We hebben hem hier op. Ik kan het eraf halen. En hier als het goed is, ja. Als ik deze vasthoud, krijg ik dus een boost. Maar als ik die dan erbij doe, dan heeft het geen extra effect. Wow, het heeft nu zelfs helemaal geen effect. Dat is best wel, dat is best wel buggend. ja, dat is heel raar. Het gaat dus af en toe weg. Dus het is waarschijnlijk niet zo goed om twee van deze dingen tegelijk in je inventory te hebben als het niet werkt. Kijk, als ik die nu opnieuw doe, ja, dan werkt het wel. En dan gaat die opeens weg. Nou, dat werkt in ieder geval niet goed samen. Dat is dus, oh, dat is ook niet handig. Gelukkig heb ik hier dit water. Dat werkt niet zo goed samen. Dus het is geen goed idee om die dingen vast te houden. Dus eigenlijk als je eentje extra hebt, moet je hem gewoon hier ergens doen. Want straks gooi je er overheen en dan gaat je bonus weg. Ja, dat moeten we echt niet hebben. Ja, ik dacht misschien wordt het wel bij elkaar opgeteld. Kan van alles gebeuren. Ja, dus dat is nu ook getest. Ik kan mijn inventory clearen en dan gaan we nu een beetje bouwen. Ik ga gewoon een best simpel design bouwen voor een brug. Het gaat wel om het bouwen. Uiteindelijk wil ik vast wel ergens een brug hebben. Maar weet je, ik ga gewoon het idee uitleggen. Het is een best wel simpel idee. Ik wil gewoon dat als je over de brug loopt, dat er dan onverwachts TNT afgaat. Dus niet heel duidelijk dat je een pressure plate ziet en dat je de TNT ziet liggen. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon testen of een speler langskomt. En ik ga geen gebruik maken van TNT. Ik maak gewoon gebruik van commands. Zodat er geen TNT zichtbaar is of wat dan ook. Dus ja, dat je er overheen loopt en dat dan afgaat. En daarvoor ga ik dus nu een simpele brug bouwen. Ik begin waarschijnlijk even off camera. Ik wil wel natuurlijk zo snel mogelijk gaan testen met die TNT. Dus ik bouw waarschijnlijk gewoon even snel iets. En dan kunnen we later het design, zeg maar, verfijnen. En, oh ja, je denkt trouwens, als ik dit wil gaan testen, dan is het niet zo handig. Want dan gaat die brug steeds kapot. Maar ik kan het natuurlijk klonen en dan, ik kan steeds die brug er weer in klonen. En dan heb je weer de volledige versie die erin wordt gekloond. En dan wordt het dus gewoon weer gefixt. Maar ja, ik ga nu eens eventjes beginnen. En dan ben ik zo terug. Oké, ik heb een beetje veel gebouwd. Nou, het is niet echt veel. Maar meestal doe ik het in kleine stapjes. Maar dit keer doe ik het even in één keer. Dus je moet je maar even voorstellen dat je hier ergens nog een eiland hebt. En dat wordt dan of een chunk die we gaan kopiëren. Of misschien gewoon een klein eilandje wat we met de hand bouwen. Of misschien nog op een andere manier. Maar dit is dus de brug voor nu. En ik dacht dat het misschien leuk was om wat banners toe te voegen. Ik weet niet. Het uiteindelijke design kan nog veranderen. Maar zoals je ziet is het een heel erg kronkelig
instabiel bruggetje. Maar dan past het natuurlijk ook wel goed bij een TNT-explosie. Oh ja, kijk, deze pilaren die stoppen hier op een gegeven moment. Maar dat zou natuurlijk belachelijk zijn om door te bouwen. En we moeten uiteindelijk ook maar even een zeebodem gaan maken. Want dit ziet er natuurlijk ook niet uit. En je zou gewoon hier doorheen kunnen vallen. Ook al ben je dan waarschijnlijk tegen de tijd dat je beneden bent ook wel verdronken. Dus het is allemaal heel triest. Moet je niet invallen. Dus ja, nu ga ik hier even naar kijken. Met command blocks en TNT en dat soort dingen. Wat we dus moeten doen. Ten eerste is dit gebied klonen. Dus het hele gebied van de brug. Dat. Oh, dit weer. Weather clear. En dus, ja, het hele gebied van de brug. En dat zetten we dan in ieder geval voor nu gewoon even hier neer. En dan elke keer als de TNT is afgegaan. Nou, niet als ze. Kijk, als uiteindelijk de map wordt gespeeld. Dan blijft het natuurlijk gewoon kapot. Maar weet je, ik zet daar gewoon ergens een knop neer. En een kloont die. De kopie, die kloont hij hier weer heen en dan is het weer gefixt. Dus dat is het eerste. Dat moeten we even doen voordat we het gaan opblazen. Oké, de eerste stap is klaar. Dit is dus gekloond en ik zal het even laten zien. Ik kan niet doen wat ik wil. Ik kan alles slopen en dan druk ik op het knopje en dan komt het als het goed is weer goed. En als het niet goed komt, dan heb ik een beetje een probleem. Kijken, ja, er wordt gewoon gerepareerd. Dus dat werkt prima. Was er best wel gedoe, want... Ja, je kan het natuurlijk klonen en je selecteert natuurlijk het ene punt en dan het andere punt. Maar het is allemaal in een command. Maar je kan met tab dus gewoon het blokje selecteren waar je naar kijkt. Wat heel handig is, wat ik een tijdje in een reactie heb gezien. Dus dat heeft heel erg geholpen. Dus dat is makkelijk, je selecteert gewoon twee punten. Maar als je het plakt, dan ja, dan weet je niet vanuit welke hoek het wordt geplakt, zeg maar. Dus ik had het eerst hierboven en toen stroomde allemaal water naar beneden. Want er is natuurlijk ook al van mijn water mee gekopieerd. Ja, dat was wel even gedoe. Ja, ik ga nu even verder kijken. Even off-camera beginnen. Ja, ik ga even kijken naar de command log dingen. Dus eerst gaan we testen of er hier iemand loopt. En daarna doen we waarschijnlijk execute at the player. Summon TNT. En dan moet dat er net achter worden gespannen, zodat je... Een beetje naar voren wordt geschoten en ook een beetje ervan schrikt. En moet als je, zeg maar, naarmate je verder naar voren loopt. Want dan gaan we hier vanuit dat je dat doet. Wordt er meer TNT afgestoken. Oké, ik heb nu dus drie stukjes TNT ingevoerd. Gewoon slash summon en dan prime TNT. En dan een locatie. Het eerste blokje zit hier ergens, want ik wil je niet het landschap verpesten. Want dat kunnen we natuurlijk niet simpelweg terugklonen. Oké, ik heb nu een... ik ga het straks de wedstrijd wel laten zien, maar ze testen nu of ik in dit gebied ben. Ik doe het eerst even in creative, want in survival ga ik zeer waarschijnlijk dood. Oh, hey, dat ging snel. Het ging veel sneller dan ik had gedacht. Ik had er nog een repeat ertussen. Oh, nou, oké. Hier gaan we in ieder geval even alle delay opzetten wat we maar kunnen. Oh, dat ging zo snel. Het moet eigenlijk achter hier gebeuren. Hè? Nou, de volgende keer ga ik gewoon sprinten. Maar het is ook gewoon die veelklok is zo belachelijk snel. Daar denk je soms niet aan. Nou ja, ik ga nu gewoon. Ik neem een aanloopje. En kijk wel hoe dat gaat. Heeft waarschijnlijk nog wat verfijning nodig. Oh, ja, oké. Dat gaat ook heel snel. Het moet meer achter hier gebeuren. Ook al is het ook wel cool. Weet je, dit is niet slecht. Dit is ook een cool effect. Het gaat allemaal, zeg maar, om het verrassingseffect. Weet je, je ziet. Nergens TNT staan, je verwacht dit echt niet. Nou, tenzij je deze serie kijkt natuurlijk. En dan is de verrassing er misschien al een beetje af. Nou, ik kom hier dus gewoon aanrennen. En dan gebeurt dit. Ja, het is ook wel cool. We kunnen het natuurlijk nog anders doen. En ik geloof dat je hier nog wel redelijk goed overheen kan springen. Nou, ik vloog daar, maar... Oh, gaan we nog een keer. Dat is ook nog wel een probleem. We willen natuurlijk niet dat dit meerdere keren gebeurt. Dus als dat eenmaal is gebeurd, moet het niet meer gebeuren. Daar moet ook nog iets voor verzinnen. Maar ja, dat was zo voor deze episode. We hebben eindelijk wat terrein hier. En we hebben ook voor het eerst wat gebouwd. Een beetje simpel. Kan nog wel wat details gebruiken. Maar dit is het begin. En er komt natuurlijk nog veel meer. En dit soort dingen met die TNT. Met die TNT. Dit soort verrassingseffecten. Is natuurlijk nog veel meer wat we daarmee kunnen doen. Met mobs en zo. Dat soort dingen. Weer die regen. Het is nu echt wel bezig. Dat is ook vervelend bij deze map. Want het wordt dus waarschijnlijk... Kijk, het is leuk om het af en toe te laten regenen. Gewoon voor de sfeer, zeg maar. Voor het effect. Maar je wil ook niet dat het de hele tijd regent. Nou, misschien... Kijk, als we af en toe wat bedden plaatsen... Dat je af en toe kan slapen. Dan
richten natuurlijk minder vaak. Dat is waarschijnlijk iets waar we voor moeten zorgen. Dus ja, in de volgende episode meer bouwen of misschien meer redstone, misschien meer mobs aanmaken, want we hebben er nu maar 2. Ik moet het echt nog even zien, want er is zoveel te doen bij een nieuwe map. Ik weet ook niet wat er allemaal te wachten staat. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.